Een format is een begeleidingstraject van Z33. En wij selecteren eigenlijk een groep van jonge ontwerpers en architecten met een interessante praktijk, vooral een interessante blik op de praktijk, op hun praktijk of op de wereld. En wij gaan er een traject aan van ongeveer een jaar, dat we met een groep van, dit keer waren het 13 ontwerpers, maandelijks samenkomen in Z33. The work process of La La Land started with me reading a book about how you program for machine learning with Python. And in that book, yeah, it became clear to me that machine learning is really based on putting data into tables, so just like Excel files. Within simply expressed in numbers, you can find out a lot of things and create new things. So from that, I was thinking, okay, I will build a fashion brain for the computer, so to say. And I went to 3D scan garments in museums. And in La La Land, we specifically were focusing on seeing where are garments the most attractive or sexy, which is in fashion one of the most important things, that a garment is making someone attractive. During the past year, we've been working on a project called Devoice Empty Orchestra, which is an interactive karaoke installation that invites the viewer to come and interact with a software that is able to read and analyze your voice. Over several years in our practice, we've been researching the way that biometric data is used by governments and different companies. In our day-to-day life today, we are often asked to exchange personal data in return for entertainment. And that's why for us, this karaoke installation represents the dynamic between entertainment and also voice analysis. This booth here doesn't take your data, instead it allows you as a viewer to interact with the kinds of analysis that are being made. So I think what we are always trying to do is to create an environment for people to experience this kind of technology and to make it more readable and clear for them to understand what actually happened when there is a collection of data that happen in a commercial environment or also through government entities. So over the past year, I worked on the relationship between nature and technology and health habits and practices. And my interest was more focused on herbalism, which is the use of medicinal plants in a way to heal yourself physically, but also emotionally, spiritually. And what was interesting for me to see is like the connection between science, but also spirituality. And the object that I was making is trying to look at the typology of this, say, this kind of self-sufficient neo-garden. So what you have is actually an installation that takes the shape of an altar. So kind of to remind this, let's say, spiritual aspect of it. And at the same time, this is the whole system works based on aquaponics. So I'm using plants, of course, but also fishes and water as a way to create this kind of self-sufficient artifact unit. Ik heb de naam Changing Attitudes bedacht naar aanleiding van gesprekken met de ontwerpers en het project zelf. En wat mij opviel was dat ze heel erg duidelijke standpunten en perspectieven op design hebben, maar ook de steeds veranderende wereld om ons heen. En daar dus vervolgens ook op reageren. En door middel van een proces te laten zien, dacht ik dat het mooi was om de toeschouwer hier ook iets in mee te geven, om misschien ook hun perspectief op de wereld te kunnen veranderen. Ik ben uitgenodigd door Z33, onze grafisch ontwerper van dit project. Wat ik wel heb geprobeerd is met de papieren prints dat ik die dus ook hergebruik of recycle. Dus de inlay van het boekje is eigenlijk ook de poster en de poster is ook de flyer. En dat staat wel reëel in het teken van een milieubewuste benadering. Voor de scenografie ben ik eigenlijk
een serie modulaire platformen gaan maken die kunnen worden gestapeld en die op die manier een soort van architecturaal landschap vormen. Het heeft een bepaalde monumentaliteit en dat is iets dat in mijn eigen autonoom werk ook terugkomt. Maar het heeft tegelijkertijd ook een soort van subtiliteit. Het is niet te schreeuwerig. En ik denk dat dat wel werkt in relatie met de werken die er dan opkomen. In de scenografie gebruik ik eigenlijk enkel MDF. Dus dat is een MDF van 38 mm dik. Het heeft echt een materialiteit al in de plaat op zich. En die is dan bewerkt met een betonverf die helemaal geschuurd is, waardoor dat het materiaal niet echt aanvoelt als MDF. Het krijgt echt een soort meerwaarde. En dat vind ik interessant, dat het materiaal echt waarde krijgt, gewoon door de bewerking die je ermee doet. Wat Format uniek maakt, is dat we de tijd nemen om een groep van beloftevolle mensen samen te brengen, in contact brengen met anderen en volop te ondersteunen in de noden die ze op die moment bijna maatwerk nodig hebben en hen ook te tonen. Ik denk het ondersteunen, samenbrengen, tonen, ik denk dat dat de drie kernwoorden van Format zijn. Het werk dat ik aan het ontwikkelen ben voor Format gaat over een buitenruimte, een non-plaats buiten het museum, in verbinding brengen met de museumruimte door middel van geluid. Dus wat ik ga doen is een buitenantenne maken die constant het geluid van die plek opneemt en uitstuurt naar de museumruimte. Dus die plek van opname wordt daardoor ook een soort interactieve plaats dat je als bezoeker kan omgaan met het opnemen van geluid en ook visueel dan zien hoe die verstuurd wordt. Ik ben vijf bossen doorheen Vlaanderen gaan bezoeken. Zeer biodiverse bossen. En ik ben daar microben gaan distilleren uit de grond, van de bomen, uit de lucht. En eigenlijk door al dat onderzoek heb ik kennis vergaard. Die kennis heb ik eigenlijk gebruikt om een nieuw materiaal te ontwikkelen. Een natuurlijk materiaal, een duurzaam materiaal, dat ik gebruik om microben te integreren. En doordat ik microben integreer, genereer ik eigenlijk een positieve impact op de mens en hun omgeving. Last year, I worked mainly on a small publication in which I show the research that I've been doing this year about different abandoned and decaying spaces in Brussels. I call them leftover spaces. And next to this publication, I also show several objects that will kind of synthesize different architectural elements of these spaces. For me, it's interesting to understand that these spaces already have a value often. You see nature takes over, you see people actually inhabiting these spaces. It's not that these spaces provide a solution to different problems, often political problems, but they do provide sometimes a most basic shelter to people that cannot find it elsewhere. And it's this public privacy or this kind of enclosed space that people are actually looking for. What we found is that nowadays all the news outlets try to come up with new formats for their content. Since YouTube was a thing and Twitter, all these things have like exploded and there's lots of opinions how to broadcast news. So we are, with this project, 40 News, contributing also to this discussion what formats are good and interesting for future news broadcasting, how to reach other audiences. So during the last year, we were working on an interactive installation. It has two main components, and with
both of these, you can look at a news story across multiple layers of time with a physical interface that you can scroll through to get the bigger picture of a story. So during the past year, my process was in between theoretical research about weaving and more like hands-on experiments that I was trying to translate my theoretical finding into materials. So both weaving, 3D printing, and building this programming language. It's interesting to know that actually programming language comes from weaving. It's made of zero and one, so it's a binary code that originates from weaving, where like the frames are like moving ups and downs, so it's also binary actions. And so I used this common ground to create a language that was linking the action of weaving to a program that was generating pieces then after can be 3D printed. Een nieuw werk voor mij begint altijd met een grondig onderzoek over de site en de context waarbinnen ik exposeer. In dit geval is dat Z33 en de Begijnhof site waar Z33 gevestigd is. Een belangrijk moment binnen dit onderzoek was eigenlijk de ontdekking van de gebombardeerde Begijnhofkerk. Deze kerk was een belangrijke architecturaal icoon doorheen de Hasseltse geschiedenis, of een groot deel tenminste van de Hasseltse geschiedenis. En bij deze ontdekking besefte ik dat ik een werk wou maken rond de kerk zelf. Mijn werk voor Format gaat eigenlijk over een combinatie tussen twee tijdsdimensies. Enerzijds hebben we de digitale reconstructie van de lichtinval van de kerk. En anderzijds hebben we eigenlijk de 3D-scan van de ruïne zoals hij er nu bij ligt. Voor mij is changing attitudes, hoe mensen kijken naar erfgoed.